Naast sportcomplex De Jager in Giessen is de aanleg van het Groene Hart van start gegaan. Ja, ik ben zo blij als een kind. Het is echt fantastisch dat we begonnen zijn. Gisteren zijn we met een kraantje begonnen. We hebben een fijne samenwerking met de gemeente. Die hebben voor de kraan inclusief machinist gezorgd. Dus alle gaten zijn gisteren al gegraven. En vandaag gaan de bomen erin. Ik ben echt best wel trots en vooral ook dankbaar. En waar je maanden naartoe hebt geleefd met elkaar, ja, wordt nu echt werkelijkheid. De puzzel valt in elkaar en de droom wordt gewoon werkelijkheid. Na maanden van voorbereiding kon de tuinbrigade dan eindelijk aan de slag. Waar we natuurlijk best heel groot in zijn. We hebben altijd heel veel vrijwilligers bij al onze projecten. En zo ook bij deze. We hebben een tuinbrigade opgericht. Waarbij heel veel mensen van hier uit de buurt zeg maar, ook aangesloten zijn. Inmiddels hebben we ook een warme band met Brabants Landschap. Jullie vast niet onbekend. En die gaan ook met heel veel helpende handen ons helpen. Ja, we hebben echt van, mijn jongste is 6, die helpt ook mee. En ik schat dat de oudste, daar moet ik altijd voorzichtig zijn, maar zo rond de 65 is. Dus echt een heel gemêleerd gezelschap. Geholpen door jong en oud werd de klus geklaard. We begonnen met koffie en daarna kregen we een hele uitleg. En ja, nu gaan we aan het werk met alle bomen. Je moet zeg maar de boom erin doen. En dan moet je nog dat hele net zeg maar, losmaken. En dan moet er nog heel veel grond bij. En dan moet je nog kijken of hoe je hem vast kunt zetten. De ideeënmachine blijft nog wel even draaien. Ik bruis altijd van de ideeën. En we gaan eerst deze maar eens goed wegzetten. Maar ik heb inderdaad al wel een nieuw plan op de plank liggen. En dat gaat ook wel met het Groene Hart te maken hebben.